Jezelf zelfverzekerd voelen over je uiterlijke schoonheid. Wie wil dat nou niet? Soms kun je door een aangeboren afwijking, een ongeval of ziekte afwijken van het perfecte plaatje. Gelukkig bestaan er manieren om deze medische oneffenheden te camoufleren of zelfs te corrigeren. Vandaag bezoeken we een dermatografist die hierin gespecialiseerd is. Met dermatografie kunnen we heel veel. We kunnen allerlei soorten littekens die zijn gekomen door ongeluk of zelfbeschadiging, die kunnen we helemaal camoufleren met huidstinten, met medische pigmenten. En daarnaast met de technieken, met een gespecialiseerd apparatuur, zorgen we dat de littekens helemaal weer vlak worden of zelfs kleiner worden. En daarnaast kunnen we ook alle aangeboren huidoneffenheden, zoals een wijnvlek of immuunstoornissen als vitiligo, kunnen we zorgen dat die helemaal naar huidskleur gaat, zodat het voor jou veel draagbaarder is. Je komt bij ons in de salon en dan gaan we eerst een intake doen. Eerst kijken wat er voor jou belangrijk is, wat jij graag gecamoufleerd of wat minder zichtbaar wil hebben. Daarna gaan we het behandelplan opstellen en dan gaan we behandelen. Meestal zijn de behandelingen tussen de 3 à 6 behandelingen, ligt er maar net aan wat er gedaan moet worden. Want we werken met een natuurlijke huid en die heeft altijd een herstelperiode nodig. Iedereen kan hier komen, want een litteken of een oneffenheid is voor jou, of dat je nou man of vrouw bent, of dat het nou met een operatie is gekomen of aangeboren, het is jouw ding wat jij graag anders wil zien. En we hebben zelfs ook mensen uit het buitenland die hier komen voor de behandelingen. Als geen ander weet ik hoe het is om littekens te dragen. Ik heb bijvoorbeeld littekens van mijn elleboog tot aan mijn oksel. Voor mijzelf was het dat ik daar best wel onzeker van werd. Toen ik zelf in aanraking kwam met dermatografie, is voor mij een impact geweest in mijn leven dat ik me weer helemaal lekker in mijn vel voelde en weer zelfverzekerd. Dit gun ik iedereen en daarom ben ik dit mooie, waardevolle vak gaan doen.